We verlaten het plaatsje Lorme in de Morvan in Midden-Frankrijk. Een geweldig mooi gebied. En dat vinden deze motoren ook. Het plaatsje Avallon, dat ligt aan de rand van de Morvan. We zijn er bijna uit, maar het heuvelt hier nog flink hoor. En ook in het dorpje zelf, daar gaat het behoorlijk omhoog. Maar wel even opletten op de rode stoplichten, Tennink. Ik stoot in neer, pas op, het was rood. We rijden tolvrij op de D944. En die D944 die loopt een beetje parallel aan de A6. Maar dat is een peage. Ons doel is Châlons en Champagne en dat is zo'n dikke 200 kilometer. Het is hier heerlijk rijden. Niet druk, het schiet goed op en de natuur is fenomenaal. Vlak voor het dorpje Nitry, dan steekt de D944 die steekt de A6 over en gaat verder in noordelijke richting. Dit dorpje heet Sainte-Vertu. Heb je er ooit van gehoord? Nou, wij niet. Maar het is hier wel prachtig. We steken hier een riviertje over. Dat is een riviertje dat heet de Serein. En uiteindelijk mondt het allemaal uit in de Yonne en in de Seine. Lekker stroopwafeltje? Ik heb de mond vol, hè? Ja, lekker, hè? Lekker stroopwafeltje uit Nederland. Ja. We zitten op de D944, boven Tonnerre, richting Troyes. Ja. Het is aardig koud buiten. Het is 13 graden ondertussen. Oh, toch al? Toen we vertrokken was het 10. We hebben een lange broek aan, een dikke vest aan. Kump goed. We komen dadelijk weer thuis, hoor. Kump goed. We komen van het departement Aube in het departement Yonne. En het heet nou ook geen D944 meer, maar nu heet het D444. Dit dorp heet Arcy-sur-Aube. En die kerk die je dan links ziet, die heet Église Saint-Étienne. In juni 1940 is die zwaar beschadigd door Duitse bombardementen. Maar ondertussen weer heel erg vakkundig gerestaureerd. En we gaan even naar de Intermarché. We zitten nu op de D977 vlakbij Châlons en in de verte zie je de graansilo's van een graancoöperatie. En als we vlakbij Châlons zijn, ja hoor, het regent. Het lijkt een behoorlijke grote stad, Châlons en Champagne. We gaan rechtsaf en daarna na een aantal rotondes komen we bij de camping. En we zijn duidelijk niet de eerste. Hier zie je onze rit. Het donkere gedeelte is nog de Morvan. Hier gaan we bij Avallon de Morvan verlaten. Dit is Nitry en we steken de A6 over. En we gaan verder
richting Troje. Alleen je spreekt het uit als Troie, tenminste de Fransen doen dat. We gaan er omheen. We gaan even boodschappen doen. En daarna gaan we naar Chalon en Champagne, naar de camping. We hebben weer een mooie plek, een behoorlijke grote plek. Het is ook een grote camping. Een dikke 140 plekken. Hier zie je waar het ligt. Het ligt een beetje in een buitenwijk, aan de rand van de stad. En het heeft ook een vijver. Dat kun je dan linksboven zien. Het is bijna 5 uur en er komen steeds meer campers komen er binnen. Het wordt te druk. De ontvangst bij de receptie was trouwens heel vriendelijk. We konden zelf een plek uitzoeken als we maar niet op de invalide plekken gingen staan. We doen een verkenningsrondje om de vijver. We zien er veel eekhoorns. We hebben ze alleen niet op de film. In het Frans is een eekhoorn een écureuil. Weer wat geleerd. Heel veel marentakken of mistletoe. De grote Canadese gans. Heerlijke zalm. Geen 1 graadje erin. Ziet er goed uit. Hier weer lekker kruiden. Yes. Tevreden tot nu toe dan, Tom? Ja, zeker. Zalm met spinazie. Hardgekookt ei en geen champagne erbij, maar een heerlijke rode wijn. Onze overburen zijn aan het barbecuen met de jas aan. De volgende dag gaan we Chalon en Champagne de stad verkennen. En ik kan je nu al wel verklappen, het is een geweldig mooie stad.